iedereen. Nou, ik ben weer thuis. Ik ben weer in Amsterdam. Ik ben weer helemaal herenigd met mijn kleine prinses. Die ligt gewoon alweer in coma. Alfredo heeft goed op haar gepast. Dus zij heeft mij volgens mij niet eens gemist. Maar goed, het is nu... wat voor dag is het nu? Donderdag. Het is nu donderdag. En het is super mooi weer in Nederland. Dus ik had gelijk. Ik zei toch tegen jullie, ik neem de zon van jullie mee. En ik heb de zon van jullie meegenomen. Dus het is heerlijk weer. Volgens mij morgen is het ook nog heerlijk weer. En daarna gaat Nederland natuurlijk weer onweren. Want Nederland kan het niet aan. De hitte, de zon, de warmte. Maar goed, ik vind dat we niet mogen zeuren. 2 dagen mooi weer. Daar moeten we van genieten. Dus ik hoop... voor jullie allemaal. Dat jullie hebben genoten van het lekkere weer. Dat jullie lekker buiten hebben gezeten. Voor of na je werk of tijdens je werk. Dat in ieder geval iedereen even die zon heeft gevoeld. Want het is zo'n belangrijk vitamine. En het doet zoveel goeds voor de mensen. En die wordt er zo vrolijk van. En zo relaxed. Dus ja, ik hoop dat jullie allemaal aan het genieten zijn. Ik ben dus nu in Amsterdam. Ik heb de hele ochtend al mijn vlogs zitten editen van Frankrijk. Dat was echt heel veel werk, want ik had zoveel beeldmateriaal. Ik heb al mijn administratie gedaan. Ik heb al mijn e-mails beantwoord, want ik was echt even een week weg. En ik heb ook echt een week bewust daar niet naar omgekeken. Dus ik heb echt alles gedaan. En ik wacht nu op Manon. Manon komt zo naar me toe. En dan gaan wij samen eventjes een middagje. We gaan nog even verder met onze plannen uitwerken. Daar horen jullie binnenkort meer over. Nog even geduld. En we gaan even genieten in de zon. En gewoon heerlijk een dagje met Manon op pad. Dus ik hoop dat jullie weer blijven kijken. En ontzettend leuk, want ik zit op de 20.000 abonnees. Yay! Dus dat ga ik ook vieren met Manon. We gaan een taartje eten. Dus nou, ontzettend leuk. Ik ben heel blij. Ik ben blij ook om weer thuis te zijn. En ik heb weer heel veel leuke video's voor jullie in petto. Oké, tot zo! Nou, ik heb eigenlijk een leuke lange strandjurk aan van de Boohoo. Zoals jullie kunnen zien, is hij tot aan de enkels. En ik heb ook een hele vette ketting erbij aangetrokken. En die heb ik ook bij boohoo.com gekocht. Dus eigenlijk heb ik mijn Boohoo outfitje aan. Yay, en Manon is er bijna en dan gaan we op pad. Hey! Nou, van Zuid-Frankrijk naar het warme Nederland. Ik zei toch dat ik de zon ging meenemen voor jullie. Nou, het is zover, want there she is, Manonnie! Yay! Nou, wij zijn eigenlijk gewoon... we zouden eigenlijk naar Blijburg gaan. Maar het windje was toch iets te fris en dan aan het water is het gewoon best wel koud. Toen zouden we naar het Vondelpark gaan. En toen dachten we, oké, maar als we moeten plassen en we zitten in het Vondelpark, dan kunnen we nergens plassen of dan moeten we in de bosjes. Dus... weet je wat? We gaan naar mijn eigen park. Gewoon om de hoek bij mij thuis. In het Rembrandtpark liggen we te chillen. En Monnie is bezig met snoepjes aan het uitpakken. We zijn eigenlijk eerst even aan het bijkletsen over Frankrijk. En over haar week. En over alles wat is gebeurd. En dan gaan we daarna eventjes verder aan het werk. We gaan bezig met mijn blog. Binnenkort krijg ik mijn blog helemaal een nieuwe layout. En dan ga ik weer lekker fulltime bloggen. En ik krijg gelukkig heel veel hulp van Monnie. Noni. En we gaan een beetje onze plannen uitwerken voor dit leuke ideetje wat we voor jullie hebben. Maar dat horen jullie binnenkort. En we gaan gewoon genieten van de zon, zodat ik mijn kleurtje vasthoud. En Manon kan ook lekker bruin worden. Nou, ik zit nu in de auto bij Manon. En we rijden even naar de Kinkerstraat. Want Manon gaat daar even lekker Surinaams eten halen. En ik ga daar ook maar meteen eten halen voor vanavond. Voor Fretje en voor mij. En naast het zoutenhuisje waar we eten gaan halen is de Universal Nails. En daar werkt Fred. Dus we gaan, ik in ieder geval, ik ga Fred even verrassen. Ik ga gewoon ineens voor zijn neus staan. We hebben lekker gezond, zit er alleen alweer op. Manon gaat weer terug, die gaat trainen. En ja, dan zien jullie mij straks weer. Ja, wat zal ik nemen? Good food. My favorite food. Nou, ik kom bij de Universal Nails binnen. En daar is mijn Fredje. Aan het werk. Kijk nou hoe mooi. Druk joh hier. Het moet wel. Hey, kan ik u helpen? Ja, dit. Ik ben eventjes bij Fred geweest, maar het was zo ontzettend druk in de Universal Nails. Dat ik maar snel weer richting huis ben gegaan. Maar ja, zoals jullie kunnen zien, het is nu 8:00 PM en de zon schijnt nog steeds. En het is nog steeds... ontzettend lekker weer. En echt iedereen zit lekker te barbecuen. En kijk, zitten gewoon allemaal lekker te barbecuen, te voetballen, te chillen.
Dus dat is Nederland toch een leuk land, hè, wanneer die zon schijnt. Zo ontzettend leuk. Nou goed, ik ga snel weer naar huis. Ik moet nog het een en ander doen. Hoi everybody. Ik heb mijn vlog gisteravond helemaal niet meer afgesloten. Eigenlijk omdat ik, nadat ik bij Fredje was geweest bij de Universal Nails, het was daar zo druk, ben ik naar huis gegaan. Ben ik wat wasjes gaan doen. En Fred kwam pas om 11 uur thuis van werk. Dus een leuk vlog met hem nog. Hij was zo moe, hij ging meteen douchen en slapen. Dus eigenlijk heb ik hem niet af kunnen maken en had ik te weinig materiaal. Dus ik maak hem vandaag af. Ik rijd nu net Lelystad binnen. Ik ben bijna bij mijn non thuis. En dan gaan we samen naar Sneek, naar de moeder. Daar woont de moeder. Sowieso wil ze gewoon even bij de moeder chillen. En die moeder woont heel mooi met een meer en helemaal lekker met dit weer. Want het is gewoon 33 graden nu. En ze gaat me helpen met mijn blog, want ik ga mijn blog helemaal vernieuwen en helemaal een nieuwe layout geven. Zodat ik weer lekker elke dag artikeltjes kan schrijven. Dus ook heel erg leuk. En Manon die zit al langer in het blogwereldje. Dus die heeft er veel meer verstand van dan ik. Dus Manon gaat me ermee helpen. Dus eigenlijk heb ik 2 dagen in 1 vlog. Nou, ik ben er. Het is zo warm. Oh mijn god. Volgens mij ben ik er. Ja, ja. Oh, nee, ik ga het niet filmen, want dan ziet iedereen waar je woont. Ik ben er! In de auto. En we gaan nu door naar Sneek. Roadtrip with the girls. We hebben de airco aan. Het is bloedheet. Maar zometeen laat ik jullie Sneek even zien. Of in ieder geval een heel leuk dorpje daar in de buurt. We zijn aangekomen in een dorpje vlakbij Sneek. En het is hier prachtig. Kijk. Dit is alleen al de voortuin. En we hebben hier. Even kijken. Onze bedjes klaar. Our place to stay. Computer. Muis. Laptops. Manon die gaat de vlog afmaken. Die gaat zo om 3 uur online. En ik ga bezig met mijn blog. Dus we zijn gewoon heel luxe in de zon aan het werk vandaag. En ik ben eigenlijk best wel blij. Want ik ben gewoon weer in Friesland. Ik ben gewoon weer back to my roots. Oké. Okay. Wat voor kanaal? Kanaal in de achtertuin. We lopen nu even naar het kanaal in de achtertuin. Ja, of is het een, ja, het is een kanaal. Hoe heet het? Het kanaal? De Vranekevaart. En we gaan eens even kijken of we erin kunnen zwemmen. 1, 2. Ah! Wauw, wikkel hoor. Zij zit erin. De mama van Manon zit erin. En Manon die gaat niet. Veel te koud. Mijn voetjes gaan. 1, 2. Oh, koud. 1, 2. Oké. Okay. Bootje baden. Mama van Manon heeft zo lekker gekookt. Dankjewel. We hebben frietjes. Ja, met schil. Met schil. En Himalaya zout. En Himalaya zout. Stukjes vlees. Lamsvlees. Lamsvlees met champignonnetjes. Rode postelijn. Dat was het wat we zochten. Rode postelijn. Ja. Dankjewel. Eet smakelijk. Eet het. En we hebben een heerlijk dessert. Mango ijs. Met slagroom. Genieten, hè? Dankjewel, mama Manon. Oké, nou, we zitten nu in de auto weer terug. We zijn inmiddels alweer aangekomen in Lelystad. En het begint heel hard te regenen. En onweer. En bliksem. En we zagen echt net een bliksem van 10 kilometer lang. Echt. Oh my god, ik heb hem gefilmd. Oh my god, ik heb hem gefilmd. Zagen jullie dat? Nou, dus dat. En we zitten in een heel lief, maar heel klein, dun autootje. Dus... Van de ruitenwitjes het niet goed doen. Hoor. Oh my god. Oké, okay, wacht. Ik blijf nog even filmen. Want als er nou nog eentje komt... Vet cool als dat op tape is. Oh my god. National Geographic. National Geographic. Laura en Manon, on our way. Oké, okay, hopen maar dat we dit overleven. Als we dit niet overleven, dan... Het was ontzettend leuk jullie gekend te hebben. En voor jullie allemaal. Voor jullie allemaal. Leuk dat jullie hebben gekeken naar onze vlogs. Nee hoor. Oh my god. Nee, ik ga echt blijven filmen. Jezus. Oh, dit is eng. Oké, okay, ik blijf filmen, want hij komt zo weer. Zag je hem? Hij is heel dichtbij. Echt rechts, links, rechts en voor. OMG. Oh, oké, okay, ik hoop voor iedereen die nu op dit moment gewoon lekker binnen in huis zit. Ga vooral niet bij een boom staan. Zag je hem? Ja. Oh, en god. Oké. Okay. Ik hoor hem ook. Jezus. Hoor je hem? Ik ben weer thuis. I'm home. Home sweet home. Jeetje. Ik ook. Jij ook. Ik ben ook weer bij. Ik kom thuis na mijn avontuur met bliksem en donder en eng en auto en... En bloedheet. En bloedheet vandaag.
En ik kom thuis. En wie ligt er op de bank? Fred de Cadet, daar ben je de bank. Hey! Oh, en ik ben deze Magnum aan het uitproberen. En Fred zit lekker een Magnum op te vreten. Is het lekker? Ja, is het lekker? Maar nu wordt hij framboos, ja. Top. Ja, dat is echt leuk. Ja, lekker. Maar goed, jij de hele dag gewerkt? Druk gaat er allebei. Oké, top. Ja. Nou jongens, het is eigenlijk alweer het einde van mijn vlog. Ik heb 2 dagen in 1 vlogje gepropt. Binnenkort, ik denk mijn eerste volgende vlog is weer heel veel met jou. Want je bent echt weer te weinig in mijn vlogs. Ik denk dat ze je allemaal missen. Maar no worries, nieuwe vlogs komen eraan samen met Fredje. We zijn druk bezig. En have a good night, have a good day, have a good sleep. Geniet van je ijsje. En bedankt voor het kijken van mijn vlog. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Wat leuk dat je hebt gekeken naar mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet je duimpjes omhoog te doen. En wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Vergeet je dan niet te abonneren.